Een hele goede middag. Welkom in het nieuwe jaar. En het nieuwe jaar betekent ook... Niels, er stond hier toch een boom? Oh, nou die staat dus op zolder. Die hebben we al opgeruimd. Ik ga zo dadelijk hier even poetsen. Fris en fruitig het nieuwe jaar in. Jordi heeft zijn middagdutje al gehad. En die is aan het spelen. En die krijgt zo lekker zijn soepje. Ik ga zo even zijn luiertje doen. Ik ben de ups en down aan het uploaden. Volgens mij doet hij het nu zonder problemen. Dus komt alles gewoon op tijd online. Ja, en verder wordt het gewoon een dag gewoon met gezinnetje samen zijn. En opruimen, poetsen. En straks ook hier de box neerzetten. Dus ja... Gaat 2020 maar beginnen. Ik hoop niet dat die binnen nu en een maand al eruit is. Maar daarna kunnen we er over praten. Denk ik. Halverwege februari. Dan kunnen we er iets mee. Maar goed. Ik ga hier heel eventjes verder. En Jordi zorgen dat hij zijn soep heeft. En... schone luier en alles. En dan gaat de dag maar weer door. Hè? Ik ben even een uurtje naar bed geweest. Want ik kon niet meer. Ik was kapot. En Niels die gaat nou Jordi even eten geven. Ja! Want hij moet gewoon eten hebben. Ik ga zowel eten koken. Maar de eten van vandaag is dan voor hem voor morgen. Dus hij krijgt nou even een potje voor uitzondering. Dus Niels gaat hem nu eten geven. En ik had gewoon even nodig. De kleine is zo erg aan het vervelen en aan het draaien en aan het doen. Ik ben gewoon moe. Dat kan gebeuren toch? Maar goed. Jordi die gaat dus eten. En ik ga eten koken. We gaan lekker eten, hè? Oei. Zeg maar, ik kan wel heel goed eten. Je moet niet je neus erin doen. Kom maar vastpakken. Goed zo! Hij neemt de slok. Dit is perfect mooi. Vastpakken. Ja, doe maar vertellen. Kom maar vastpakken. Ja, moet je pakken, hè.
Anders kun je er niet bij. Pakken. Nou, 2020 begint goed. Meneer is zelf gaan staan. Wauw, goed gedaan Jordi. Ik ga er nou ook niet bij staan, want hij moet het zelf uitzoeken, vind ik. Ja, en nou? Dat is gewoon een mijlpaal voor ons allemaal. Oh. Doet hij dat goed? Nee, blijf leeg, vriend. Nee, nee. Ha, goed zo! Goed gedaan al, hè? Ja. Ja! Ha, ha, ha. Lekker tanden poetsen, hè? Wil je zelf ook nog doen? Zelf tanden poetsen? Goed zo! Thuis poetsen? Ah, goed zo! Ja! Thuis poetsen! Goed zo! Voor mij vindt hij alles leuk vandaag. Ah, kijk je ervan, hè? Als je zoveel melkpaaltjes laat zien aan papa en mama. Papa en mama helemaal trots op jou, hè? Ah, goed zo! Het is een beetje donker, maar dan moeten we het mee doen. Jordi heeft lekker net mijn mama zijn tandjes gepoetst, wat jullie gezien hebben. En nu gaat hij lekker een flesje en naar bed. Yay! Joehoe! En hopelijk slaapt hij wel gewoon langer als een uurtje. Ja, maar het is nou... Rustig. Rustig. Ja. Nou. Gisteren wou hij gewoon bij papa en mama zijn met oud en nieuw. Ja, dat mag ook. Dat heb ik en vorig gezegd. Jaar was hij ook wakker met oud en nieuw, dus dat wist hij nog. Ja, nou dat kan. Dan heeft hij het aan zijn water gevoeld of zo. Maar goed, hij gaat lekker slapen. En kan hij morgen ons weer verbazen? Dat hoop ik maar, want we hebben vandaag een en al mijlpaaldag, hè Niels? Mm-hmm. Ach ja, die dagen heb je er ook bij, toch? Altijd goede voornemens. Ja, 2020 is voor ons goed gestart, hè Jordi? Een hele goede morgen!
Deze Bink is al eventjes aan het spelen in de box. Hé, jongen. Ja. Ben je lekker aan het spelen? Oké. Okay. Yes. En hij is ook gelijk acrobaatje aan het spelen. Dus hij is goed bezig. Ik ben met huishouden bezig. En gisteravond hebben we nog de box neergezet. Ik heb heel die hoek schoongemaakt en gedaan. Dus nu ben ik gewoon mijn huishouden aan het doen. En zorgen dat het weer allemaal netjes is. En kerstglitters allemaal nog weghalen en doen. Dus, en ik heb ook alweer een was aangezet. Dus ik ben goed bezig. En we zitten net op 10 uur. Dus zijn we goed bezig. Klein hapje. Ik ben nog moe, maar daar overleven we allemaal weer, toch? Vandaag gewoon lekker een dagje thuis. Ik hoef nergens heen, ik heb alles in huis, dus daar doen we het voor. Jordi heeft lekker gespeeld en alles erop en eraan. En nou gaat deze kleine vent even lekker zijn flesje krijgen. En zo lekker slaapje doen. Jippie, dan kan mama hier even verder. Lekker stukkie. Ik kom de kamer van Jordi binnen en hij staat hier zo. Nou, dat heb je weer goed voor elkaar, hè, jongeman. Hallo? Ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen? Hallo? Wat ben je aan het doen? Helemaal goed voor jou. Wat ben je allemaal aan het doen? Ja, nou vertel. Oh, oké. Okay. Je hebt de smaak te pakken, of niet, vriend? Dan is je wakker geworden. Hè? Ja. Was je wakker geworden? Ja. Ga je ermee uit? Als je gaat staan? Oh, ja, oké. Okay. Ja. Nou, de boel is weer netjes hier gestofzuigd, gedweld. Alle glitters in zoverre weg. Zover je het weg kan krijgen. En Jordi die is nu nog even lekker aan het spelen. Zo dadelijk komt Niels alweer thuis. En dan is het Jordi eten geven. En zelf eten. En meneer de acrobaat heeft er zin in, hoor. Die is goed bezig. Lekker aan het spelen. Daar geniet ik dus het meeste van, hè. Het feit dat hij gewoon lekker zichzelf kan vermaken. En daar gaat hem steeds beter af. En hij is ook steeds meer aan het ontdekken en aan het doen. Dus ik ben gewoon een hele trotse, hele, hele, hele trotse mama. Echt hele trotse mama. Want hij verbaast op dit moment iedereen. En daar hou ik van. Ja, je hebt wel tandjes gepoetst en papa had jouw pyjamaatje al aangedaan. En wat gaan we nou doen? Kan mama jouw flesje maken en ga je lekker naar bedje toe? Ja? Oké. Ik ga nog heel even zijn luiertje doen en zijn flesje maken. En dan gaat hier deze kleine grote vent met allemaal melkpaaltjes lekker naar bedje toe. Ja!
Ja. Hij zit hier zo mooi, hè. Is heel mooi. Is heel mooi. Ja. Knappe vent. Dus dat gaan we even doen. En dan... denk ik... dat ik een beetje bankzaak en beleggingen doe. Maar dan gaan we kijken hoe dat het loopt. Deze kleine wink vertikt het om in slaap te gaan. Hij heeft zijn flesje al gehad. En hij denkt bij zijn eigen... Oeh, feest mama. Feest. Maar zo'n feest is het niet hoor. Want je gaat daar gewoon... lekker in je bedje. Ja. Dan gaat hij met zijn voetjes... gaat hij tegen de telefoon aan staan schoppen. Boom, weer voetjes. Weer voetjes. Wat ben je allemaal van plan? Ben je allemaal van plan? Je zit hier gewoon te lachen. Zeg maar, wel tussen allemaal. Ik ga dadelijk lekker slapen. Ja! Slapen. Maar goed, dan ga ik dus doen. Ben je nou serieus dat die kleine al slaapt? Nope, hij slaapt nog niet. Het is inmiddels 12 uur geweest. En meneer is nog up and running. Maar de grootste grap komt nog. Hij heeft in bed gelegen. Ik heb alle was opgevouwen. Hij is in slaap gevallen. En toen ineens... Ik was beneden inmiddels. Niels, die was even met oud papier bezig. En ik hoor huilen. Ik loop naar boven toe. Zit hij gewoon rechtop in bed, slapend, te janken. En denk ik, ik weet al waarom hij niet wil slapen. Niels, waarom wil hij niet slapen? Hij is bezig in zijn hoofd, denk ik, nog met lopen en staan en zitten en weet ik het allemaal. Precies. Dat moet de reden zijn. Want waarom gaat hij anders in zijn slaap zitten? Dat hebben wij niet verzonnen. Maar goed, ik heb wel mijn was nou helemaal opgevouwen. En meneer is hier nog aan het spelen. Maar, ik en Niels gaan wel zo naar bed. En Jordi dus ook. Dus we gaan wel kijken wat voor nacht we tegen moeten gaan. In ieder geval gaan Niels en ik bij deze de ups en downs afsluiten. En wij gaan zo zelf slapen. Ja, wel trusten. Wel trusten en tot de volgende. Doei.